En nu gaan we dat toepassen, concreet. Vanuit deze nieuwe context, vanuit deze nieuwe positieve benadering van coöperatief zijn, moeten we kijken hoe kunnen we deze context concreet gebruiken om als advocaat, als professional, ethisch te handelen. Educate your client, educate yourself. Educate your client begint met luisteren en begrijpen. De cliënt is niet zoals daar straks een abstract amorf wezen. De cliënt is concreet, een concreet individu, waarbij u moet gigantisch veel tijd en energie investeren in het proberen te begrijpen wat hij wil. Wat zijn onderliggende belangen zijn, wat zijn prioriteiten zijn, wat hem drijft, wat zijn bekommernissen zijn, wat zijn wensen zijn. Dat is waar het om gaat. En weten wat echt van belang is voor uw cliënt. En wat daarbij essentieel is, is van te weten als advocaat dat uw cliënt het meestal zelf niet weet. Dat impliceert dus, wanneer een cliënt zegt, ik wil dit, dagvaard ze, doe dat, ik wil zoveel geld, dat u dat niet moet voor waar aannemen. Als advocaat moet u zeggen, laat ons samen kijken, op weg gaan, om te zoeken wat er echt voor u van belang is. En de cliënt moet begeleid worden in die zoektocht. Hoe doe je dat als advocaat? Je gebruikt uw els. Ik heb een els, ze zit hier vooraan. Gebruik uiteraard uw eigen els. De mijne is exclusief, alleen maar voor mij. Maar u hebt allemaal een els. En ik raad u aan om uw els te beginnen trainen. Oefenen, elke dag weer. Waar u ook komt, zit u in de snackbar, in een restaurant, op de trein, u kunt altijd uw els oefenen. Uw els is uw empathetic listening switch. Je kunt uw knopje van het empathisch luisteren aanzetten en oefenen in empathisch luisteren. Je moet het niet altijd laten aanstaan, anders wordt het zot. Want empathisch luisteren betekent echt, echt luisteren en bij de ander blijven. En het is tijd voor een tweede intermezzo. Nicola en Pieter, wilt u even kort uw voorlezing doen? Wanneer de aanbesteding de zaken niet meent dat een wensgrijving afgemaakte tijden bevat, kan een bijzonder procedure gevolgd worden met betrekking tot het programma van het inschrijven en vervolgens tot de kennisgeving van de. Dank u heren, Pieter en Nicola, een applaus alstublieft. Pieter is assistent op het instituut contractrecht, Nicola is dokterassistent. U ziet. Met een doctoraat geraakt men ver, tot zelfs aan een kleine voorlezing op een frankierleerstoel. Wat is de bedoeling van deze kleine oefening? Het is niet gemakkelijk om Pieter of Nicola inhoudelijk te begrijpen. Laat staan, één van hen laat staan allebei te begrijpen. Nochtans, wat u nu hebt gehoord, dat is wat er permanent gebeurt wanneer u zit te luisteren. U zit allemaal, zogezegd, te luisteren. Maar ik heb u door. Uw non-verbale communicatie verraadt u. U bent allemaal aan het luisteren, maar intussen gaat er hier van alles in het hoofd om. En het is, misschien zitten te denken, het is hier warm, of ja, die zit daar ook. Of waar zou de receptie zijn, wanneer zou de receptie niet zijn? Zou het een goede receptie zijn, zou de champagne hebben? Enzovoort. En als u nu zit te denken, verdeke, zo'n stemmetje in mijn eigen, ik heb dat niet, dat is het. U hebt het dus allemaal. We noemen dit de inner voice. En het is spectaculair hoe de inner voice het echt empathisch luisteren voortdurend verstoort. Hoe je luistert naar iemand, naar uw cliënt, naar iemand anders en voortdurend bezig bent met al judgments te maken, voor te bereiden, uw eigen antwoord, wat ga ik zeggen, er u gedacht van hebben. Iemand komt u vertellen dat hij op vakantie geweest is naar Marokko en u denkt dan direct, ah ja, mijn broer is daar ook geweest, dat was helemaal tof, je zit allemaal aan het denken, terwijl hij aan het vertellen is. Hoe kunt je in godsnaam de ander begrijpen? En ik denk, voor mij is de meest spectaculaire tool uit de negotiatietheorie, die we ook in cursussen over negotiatie aan onze studenten, ook in de rechtsfaculteit, proberen echt bij te brengen, is empathisch luisteren. Met de empathy loop, waarbij je open vragen stelt, uw inner voice afsluit, en u kunt dat dus echt oefenen, u luistert naar het antwoord, u parafraseert met uw eigen woorden hoe u
goed hebt begrepen. Als de mens in kwestie emotioneel is, dan gaat je volmondig de gevoelens erkennen. Ah, dat moet lastig zijn voor u, je bent op de hoogte, ik versta het. Verstaan dat je kwaad bent. Zeer belangrijk, gevoelens herkennen. Je geeft dan de kans aan die andere persoon om uw parafrasering te corrigeren, aan te vullen, te nuanceren. Je gaat opnieuw proberen. Is dat wat je bedoelt? Is dit beter? En totdat hij zegt, ja, dat is het. Dan hebt u een magisch moment. Want dan gaat de andere partij, uw cliënt bijvoorbeeld, waar in de negotiatie kan het ook de tegenpartij zijn, zich begrepen voelen. En het is een fundamentele menselijke behoefte om te worden begrepen. Echt, wanneer iemand u begrijpt ten volle, dan gaat er een warme gloed door u. Ten tweede is de kracht van dat empathisch luisteren ook dat u daarmee bijzonder veel informatie krijgt. Want die mens is voortdurend aan het nuanceren. Dus u krijgt alle mogelijke nuances van zijn visie, van zijn perspectief. En ten derde creëert het een positieve sfeer. Een sfeer van luisterbereidheid waarbij je nu ook naar u zal willen luisteren. Een positieve, coöperatieve sfeer om verder te gaan. Wanneer er heel veel emoties in het spel zijn, dan moet je nu voorbereiding beslist deze twee boeken lezen. Beyond Reason en Difficult Conversations van twee goede vrienden van mij, Doc Stone en Sheila Heen. Aanraders, maar er is geen tijd daarvoor nu. Het is tijd voor een korte illustratie. Om u aan te tonen hoe een advocaat daadwerkelijk vanuit het positieve referentiekader met empathisch luisteren naar zijn cliënt in persoon, in concreto, gaat en zegt, vertel mij, zeg mij, wat is er voor u van belang? Vanuit de wetenschap dat ik als advocaat hem maar kan helpen als ik echt weet wat er voor hem van belang is. Want als ik een akkoord maak of een overeenkomst of een regeling, wat is een goede regeling? Dat is een regeling die de belangen van mijn cliënt optimaal voldoet. Ja? Hoe kan ik zo'n regeling maken als ik niet weet wat zijn belangen zijn? Als ik alleen maar uitga van stellingen en posities. Dus ik moet diep gaan.